Dank u wel. Dan meneer Van Hagen had ik opgeschreven. Ja, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een groot onderdeel van het probleem hier is dat we informatie niet krijgen. En de VVD is daar heer en meester in om artikel 68 van de grondwet te negeren. Maar ook komt dat voort uit artikel 26 van het reglement van orde van de Raad van Ministers. En daarin staat natuurlijk dat er bepaalde dingen uit de ministerraad geheim kunnen worden gehouden. Maar artikel 26a is in die coronaperiode toegevoegd. Mijn eerste vraag aan mevrouw Thiele is, hè, want op basis daarvan kan de minister-president, want de minister-president blijft nu helemaal buiten schot, kan allerlei dingen geheim houden. Waaronder bijvoorbeeld de WhatsApps die hij aan Hugo de Jonge heeft gestuurd. Dat hebben we allemaal niet gezien. Vindt mevrouw Thiele dat artikel 26a nog steeds van kracht is? Dus is het nog steeds, hè, zolang de continuïteit van de besluitvorming in het kader van de bestrijding van de coronavirus noodzakelijk is, is dat nog steeds aan de hand? En zo niet, moeten we dan niet dat 26a zo snel mogelijk schrappen? Mevrouw Thiele? Ik vind dat een beetje buiten de orde van dit debat, heel eerlijk. Kijk, als wij echt kunnen zeggen, corona is endemisch en het is helemaal uit de wereld op een manier dat het is geweest. En ik weet dat meneer Van Hagen en ik daar echt een heel andere visie op hebben. Maar als we dat besluit kunnen nemen, dan denk ik dat het geschrapt kan worden. Ik denk alleen dat we daar nog niet zijn. Meneer Van Hagen, vervolgvraag. Ja, voorzitter, dit is helemaal niet buiten de orde van het debat. Want we hebben nu al gezien dat er nou, de naam van de heer Van Rijn is genoemd. Hugo de Jonge is natuurlijk de aangewezen schuldige die druk heeft uitgeoefend. Maar we weten helemaal niet wat de rol is van de minister-president. En die appjes en die sms'jes zijn er, maar die zijn consequent gewist door onze minister-president. En dat komt onder andere door dat 26a. En het is toch echt absurd om nu, een jaar na de laatste zinloze lockdown, nog vol te houden dat we nog in een soort coronapandemie zitten. Dus laten we in godsnaam dat zo snel mogelijk stoppen. Want anders is dit hele debat ook eigenlijk voor niks. Mevrouw Thiele? Ik hoorde meneer Van Hagen in zijn bijdrage zeggen dat de echte schurken bij VWS zitten. En daar haalt hij nu nog een aantal andere kabinetspersonen bij. En dat meneer Van Hagen zelf die vendetta uit wil voeren, moet hij weten. Maar ik vind niet dat dat de kwestie is die vandaag voor ligt. Dus wij zijn het daar gewoon niet mee eens. En meneer Van Hagen gaat me daar ook niet van overtuigen. Meneer Van Hagen, afrondend? Ja, afrondend. Het is helemaal geen vendetta. Maar kunt zich voorstellen dat de mensen die het slachtoffer waren van dit coronaschandaal inmiddels wel een beetje achter hun hoofd krabben van, was dit allemaal wel nodig? Al die honderden miljarden die zijn verspild, die 5 miljard die nog steeds niet, waar nog steeds geen bonnetjes voor zijn, die miljard aan de Stichting Open Nederland en die 100 miljoen voor de Siewert deal. En een onderdeel daarvan is dat wij gewoon de informatie krijgen als Kamerleden. En die krijgen we niet. En die krijgen we niet doordat de VVD blijft vasthouden aan bijvoorbeeld het artikel 26a. En ik zou het op prijs stellen als mevrouw Thiele ons gewoon ons grondwettelijke recht op informatie zou gunnen. Mevrouw Thiele? Ik heb niets te gunnen wat dat betreft. De grondwet is de grondwet. Ik heb erover gezegd wat ik net al zei. We hebben het vandaag over de mondkapjesdeal, waarbij de mondkapjesdeal tussen Relief Goods Alliances en het ministerie de hoofdrol speelt. 100 miljoen euro. Dat zou je zeg maar, als je dat op de grote berg zet, is het misschien niet eens zoveel wat we uit hebben moeten geven om corona enigszins te bestrijden. Nogmaals, meneer Van Hagen en ik hebben daar echt een andere visie op. Dat mag. Maar het gaat vandaag over die mondkapjesdeal van Linde en consorten. En daar heb ik over gezegd wat ik daarover wilde zeggen. En vervolgens zijn er nog allerlei debatten waar we het over alle coronamaatregelen kunnen hebben. Hebben we afgelopen week ook diverse malen gedaan. Er is een tijdelijke commissie namens de Tweede Kamer ingesteld om daar ook een parlementaire enquête naar te voeren. Nou, volgens mij is er nergens te weinig dat we het hierover hebben. Dank u wel. Dan meneer Van Houwelingen. Ja, dank u, voorzitter. Ja, informatie is cruciaal natuurlijk om onze controlerende taak goed uit te kunnen voeren. Ik ben in ieder geval blij te horen dat ook de VVD wil naadje van de kous weten. Vindt controle belangrijk. En dan is mijn vraag. Wij willen, zoals ik eerder opmerkte, graag alle transacties zien. Hè, omdat dit is toevallig, u zei het zelf in uw bijdrage, boven water gekomen door goed werk van journalisten. Maar er zijn natuurlijk veel meer transacties. En we begrijpen van juristen ook dat de weigeringsgrond van bedrijfsgeheimen, waar mevrouw Van den Berg over had, dat is die is zeer beperkt. Dat is alleen als het om productieproces gaat of alleszins productgeheimen. Maar daar valt een simpel transactieoverzicht valt in ieder geval niet onder. En nu mijn vraag.
Stel dat wij daar straks een motie over indienen, om dus al die transacties boven water te krijgen, wat met een druk op de knop geleverd zou moeten kunnen worden, dus ook niet veel werk, kunnen we dan ook op de steun van de VVD rekenen? Martine? Ik geef nooit een blanco cheque, voorzitter. Ook niet aan meneer Van Houwelingen over een motie die er misschien nooit aankomt. Ik heb zelf al gevraagd naar de overeenkomst tussen Relief Goods Alliances en ik geloof dat het officieel MEDIEC is. Om ook te kijken wat er aan clausules wel en niet in zit. Ik kan me voorstellen, dat gaf ik ook in het eind van mijn inbreng aan, dat het voor bedrijven heel onveilig is dat alles zeg maar, wat zij afspreken zomaar openbaar kan worden. Dus ik kan de vraag van meneer Van Houwelingen begrijpen. Ik sta er ook niet per se tegenover. Maar ik wil wel ook van de minister weten welke haken en ogen daar aan zitten. En daar, of iets bedrijfsgeheim is of gewoon bedrijfsgevoelig, speelt daar wel een rol mee. Nogmaals, ook omdat het belangrijk is dat ook bedrijven en ondernemers die gewoon wel het goede doen in Nederland, niet overal aan een schandpaal genageld moeten worden.